Everybody put your one hand up. If you know, say you know, no defeat. I'm a winner, I'm a winner, I'm a winner. Put your one hand up. If you know, say you cannot be stopped. I'm a winner, I'm a winner. Doesn't matter what the situation. Go say or go tell I'm a winner, you. I'm a winner, I'm a winner. Make this bold confession. In the face of Wahala. I'm a winner, I'm a winner, I'm a winner. God is de my side. He will never leave, oh. And I'm an overcomer. I don't know defeat, oh. Everything I do, every word I say, everything I touch, I trust the wheel. Everywhere I go, everywhere I am, everything I do, I trust the wheel. Nothing is impossible. God on my side, I'm a winner, I'm a winner, I'm a winner. Come rain or shine, I will be on top. I'm a winner, I'm a winner, I'm a winner. I'm winning in the morning, winning in the afternoon or night. I'm a winner, I'm a winner, I'm a winner. My cup overflows with power in the name of Jesus. I'm a winner, I'm a winner. God is there, my side. He will never leave us. I'm speaking this afternoon on shakers of peace. Shakers of peace. Vanmiddag zal het gaan over opschudders van vrede. There are things. Er zijn dingen. Circumstances. Omstandigheden. People. Mensen. That shake. Die vrede opschudden. For majority of these people, it is their strategy to have power over other people. Voor een groot deel van deze mensen is het hun strategie om kracht te hebben over andere mensen. We see shakers of peace, and I'm talking about people. We see people that shake peace in our friendships, in our marriages. We see that in our political systems. We see that in our governments. We see that everywhere we turn, in our workplaces, from our bosses, shakers of peace. We zien mensen die vrede opschudden overal waar we draaien. Of het nou in ons huwelijk is, in onze politieke systemen, op onze werkplekken, dat zijn opschudders van vrede. Shaking of peace is a satanic ploy or a satanic tool that he uses to tame and control. Tame and control. Het opschudden van vrede is een satanische gereedschap wat hij gebruikt om te beheersen en om te temmen. The thing that all of us need to understand about Satan is he never wants you to know what really he is about to attack. So everything the devil is about to attack is rather clandestine. You don't see it. You know, he moves quietly, silently, and then before you know, he's taken it. En als het aankomt op Satan, hetgeen wat hij doet, is alles wat hij probeert aan te vallen, hij wil niet dat wij echt weten wat hij aanvalt. So everything that is so overt and that is so displayed, is an attempt to shake peace. Alles wat openbaar is en alles wat gezien wordt is gewoon is een poging om vrede op te schudden. Whenever in Africa, whenever there is going to be elections, you see shakers of peace. People that try to promote fear, people that try to bring tribal conflicts, people that try to bring people against each other in the hope that there will be fear and panic in that particular country. In Afrika en op andere. There are a lot of politicians like that. In Afrika en op een paar andere plekken in de wereld zien we een paar mensen die tijdens verkiezingen angst proberen te promoten of mensen en stammen tegen elkaar proberen te zetten. There is a way so-called friends
like to make us feel so insecure, so unsure, and so dependent on them by shaking our peace. Er is een manier waarop zogenaamde vrienden ervoor willen zorgen dat we ons afhankelijk van hen voelen en ons heel onzeker voelen, waardoor ze dan onze vrede opschudden. If you do this, I will do this. If you don't do this, I will do this. Threat upon threat upon threat. Als u dit doet, zal ik het doen. Als u dit niet doet, zal ik het doen. Bedreiging na bedreiging na bedreiging. Shakers of peace. Opschudders van vrede. Sometimes even some of us pastors like to shake peace. Zelfs sommige van onze voorgangers die houden ervan om vrede op te schudden. If you leave my church, I'll curse you. Als je mijn kerk verlaat, zal ik je vervloeken. If you don't agree with me on all things, you are cursed. Als u het niet eens bent met mij aangaande alle dingen, dan bent u vervloekt. If you're not totally and absolutely subservient to me, you are cursed. Als u niet volledig mij dient, dan bent u vervloekt. I am your God and you should obey me at all times as though you had no voice. Ik ben jouw God en je moet mij ten alle tijden gehoorzamen alsof je zelf geen stem heeft. Your spouse can be a shaker of peace. Uw echtgenoot kan een opschudder van vrede zijn. I'll leave you. Ik zal je verlaten. And you see how terrible your life will be like. En u zult zien hoe vreselijk uw leven zal zijn. Do you remember where I picked you from? Weet je nog waar ik je vandaan heb gehaald? I picked you from the gutter. Ik heb je vanuit de put gehaald. When I leave you, remember. Wanneer ik je verlaat, weet dan. I'll call the IND. Ik zal de inlichtingdienst bellen. And then you will be on the next plane. En je zal dan op het volgende vliegtuig zijn. To wherever you have come from. Naar waar je ook vandaan bent gekomen. Shakers of peace. Opschudders van vrede. There is trouble with the economy. You're going to lose your job. This is going to happen. That is going to happen. You hear some news about your health. And then suddenly your peace starts shaking and jumping about. Er zijn problemen met de economie. U gaat uw baan verliezen. Dit gebeurt, dat gebeurt. U hoort iets over uw gezondheid. En plotseling is uw vrede opgeschud. Al deze dingen. Or an attempt by the enemy. Zijn een poging van de vijand. To make sure that there is war inside of you. There is conflict inside of you. There is worry and anxiety inside of you. Om ervoor te zorgen dat de strijd, angst en zorgen binnen u zijn. All of this is to make sure that there is no rest in your mind. Al deze dingen zijn om ervoor te zorgen dat er geen rust in uw gedachten is. All of this is to make sure. Al deze dingen zijn om ervoor te zorgen. That you have concerns about tomorrow. Dat u zorg heeft over morgen. Shakers of peace. Opschudders van vrede. Now I want us to take a good look at some of these shakers of peace. Laten we nu goed gaan kijken naar een paar van deze opschudders van vrede. When people shake your peace, what happens? Wanneer mensen uw vrede opschudden, wat gebeurt er dan? Number one. Nummer 1. Oh no, I need to give you more shakers. So people, now the second kinds of shakers are the things that you see. De tweede soort opschudders, dat zijn de dingen die u ziet. And hear. En hoort. The things you see and hear. De dingen die u ziet en hoort. On the news. Op het nieuws. Now, it's true you are diabetic. Het is waar dat u diabetes heeft. That's a fact. Dat is een feit. It's true you have a heart condition. Het is waar dat u een hartprobleem that's heeft. That's a fact. Dat is een feit. It is true that you are taking suppressants so you cannot fight the virus. That's a fact. Het is een feit dat u onderdrukkers neemt zodat u het virus niet kunt bevechten. You're old. That's true. U bent oud. Dat is waar. And because you have heard what is very likely to happen to people of that age or in the categories I've spoken about, because you've heard of what happens to them when they contract the virus, when you start having symptoms, maybe even symptoms of nothing, symptoms of the place being too cold, and you start coughing, suddenly you see a coughing. Omdat u in een van die categorieën valt, en als u dan symptomen krijgt die misschien met niets te maken hebben, u ziet dan plotseling een kist. And when you see that, you become so disturbed. En wanneer u dat ziet, dan raakt u zo verstoord.
and you invite other things to come and give you more concern. En u laat andere dingen toe om u nog meer zorgen te geven. Let me share a funny experience with you. Dus u gaat nu een grappige ervaring met ons delen. I woke up one dawn. Dus u werd op een ochtend wakker. And I was very concerned. En dat maakte zich heel veel zorgen. Because I couldn't breathe. Want hij kon niet ademen. I was struggling to breathe. Hij had moeite met ademen. You know, so I called Jeremiah. Nou, hij riep Jeremiah. And I said, let's go to Eerste hulp. How do you say that in English? Emergency. Laten we naar de eerste hulp gaan. Yeah. And we drove there very quickly. En we gingen daar heel snel naartoe. When we got there, they checked my blood pressure. Toen we daar aankwamen, keken ze naar mijn bloeddruk. And it was 230 over, I think, 140, something like that. Het was 230 over 140. And the doctor didn't tell me anything. En de dokter zei niets tegen Bishop. But they waited a few minutes and measured again. Maar ze wachtte een paar minuten en ze ging het opnieuw meten. And it was 120 over 79. En het was 120 over 79. They measured again. En ze meten het opnieuw. 121, 80. 121 over 80. 120, 80. 120 over 80. You know, so the doctor asked me, what did you say was wrong with you? Dus de dokter vroeg, wat zei je nou dat er mis met je was? And I said, I was dying. En Bishop zei, ik was stervende. I was having a heart attack. Ik had een hartaanval. Then he asked me, what are the symptoms of a heart attack? En toen vroeg de dokter, wat zijn de symptomen van een hartaanval? I said, I don't know. Toen zei Bishop, ik weet het niet. You don't know the symptoms of a heart attack. Zei de dokter, ik ken de symptomen van een hartaanval niet. So how did you know you were having a heart attack? Hoe wist u dan dat u een hartaanval had? I said, yeah, the way I was feeling. Zei Bishop, ja, is de manier waarop ik me voelde. And he asked me, how do you know that feeling means you have a heart attack? Toen vroeg de dokter, hoe weet u dan dat gevoel betekent dat u een hartaanval heeft? Tell me, what really happened? Vertel mij, wat is er echt gebeurd? I said, I was sleeping in the living room and I woke up and I couldn't breathe and I was struggling. And so he asked me, how were you sleeping? Bishop vertelde toen ik sliep en ik werd wakker, kon niet ademen. Toen vroeg hij, hoe sliep u? I said, with my face to the rest of the backrest of the chair. Toen zei Bishop, met mijn gezicht naar de rugleuning gekeerd van de bank. Then he started laughing. En toen begon hij te lachen. Then he said to me, do you know what happened? Zei de dokter, weet je wat er gebeurde? I said, no. Zei Bishop, nee. He said, you pressed your nose against the backrest. Toen zei de dokter, u duwde uw neus tegen de rugleuning. And ran out of breath. En kon toen geen adem meer halen. You woke up. U werd wakker. And instead of allowing yourself to breathe. En in plaats van dat u zelf toestond om te ademen. You were stopping yourself from breathing. U stopte uzelf van ademen. And your blood pressure went up. En uw bloeddruk ging omhoog. You called us. U heeft ons gebeld. And came here. En u bent hier naartoe gekomen. Knowing you are in the hospital and nothing can happen. Wetende dat u in het ziekenhuis bent en dat niets kan gebeuren. That fear went away. Is die angst weggegaan. And everything came back to normal. En alles werd weer normaal. Young man, jonge man, leave here right now. Ga hier nu weg. And go home. En ga naar huis. And sleep properly. En slaap op de juiste manier. Can you imagine? Kunt u zich dat voorstellen? I went home. Dus ik ging naar huis. And it didn't happen again. En het gebeurde niet meer. The next time I was sleeping, you know, with my face to the chair. De keer daarna dat Bishop met zijn gezicht naar de rugleuning gekeerd sliep. When the same thing happened. Toen het weer gebeurde. I took my time. Toen heeft hij zijn tijd genomen. I controlled my breathing. Was hij bezig met ademhaling beheersen. And I didn't have a heart attack. En hij had geen hartaanval. Als u weet waar hij het over heeft. Is someone hearing me? Hoort iemand dit? Shaker of peace. Opschudder van vrede. The things you hear. De dingen die u hoort. The things you see. De dingen die u ziet. You know, I'm not supposed to talk too much politics because it's against Facebook policies. But I've been watching television and I've been hearing and seeing a lot of funny stuff that I'm not allowed to talk about. But they are very interesting. Bishop, als het aankomt op politiek, Bishop kijkt naar televisie en hij ziet heel veel grappige dingen, hele interessante dingen. Especially in the countries that are going to have election this year. Vooral als het aankomt op de landen die dit jaar verkiezingen zullen hebben. Very interesting. Heel interessante dingen. You know, in Ghana, where I come from,
somebody is saying the present government hates a certain tribe, Evers, you know, and the government hates them so much that the government has given them free education. And the government hates them so much that the government is constructing rail over there. The government hates them so much that the government has built schools for them. The government hates them so much that the government is helping them. I mean, can you imagine? And yet, this thing is being sold and people are buying it. In Ghana wordt er gezegd dat de huidige overheid een bepaalde stam daar haat. Maar waar het op lijkt is alsof de huidige overheid juist die stam heel erg aan het helpen is. En mensen verkopen het toch dat de overheid die stam heel erg haat. What you see and what you hear. Wat u ziet en wat u hoort. Sometimes when I see people struggle and fight for power like that, I ask them and I ask myself, what's in it? Soms wanneer Bishop ziet dat mensen zo worstelen om strijd, om kracht en macht, dan vraagt Bishop zich af, wat zit daarin voor hen? Are you saying you will kill me in order to get the opportunity to work for me? Zegt u mij dat u mij zult vermoorden om de kans te krijgen om voor mij te werken? You will threaten Ghanaians, kill Ghanaians, so that you get the vote to rule over the Ghanaians you have killed. U zult Ghanese bedreigen en moorden zodat u kunt heersen over de Ghanese die u heeft vermoord. Shakers of peace. Opschudders van vrede. I declare over Ghana. Verklaar over Ghana. There is peace within your borders. Er is vrede binnen uw grenzen. Jehovah God will rise one more time and defend our country. Amen. I don't care about political parties. I don't belong to any political party. I belong to Ghana. Het maakt Bishop niet uit als het aankomt op politieke partijen. Hij behoort Ghana toe. Amen. Amen. I like it when good things are being done, and I don't care who is doing them. Bishop houdt ervan als er goede dingen worden gedaan. Het maakt niet uit wie die goede dingen doet. And right now, good things are being done. En op dit moment vinden goede dingen plaats. Amen. So the things you see, the things you hear. Dus de dingen die je hoort en de dingen die je ziet. Number two. Nummer twee. Shakers of peace. This one is a very dangerous one. Opschudders van vrede. Deze is heel gevaarlijk. Emotions. Emoties. Emotions. Emoties. Because that says emotions, I was also saying emotion. But I know it's emotions. Emoties. Okay. What you feel. Wat u voelt. It's amazing how your emotions will not allow you to think. Het is wonderbaarlijk hoe uw emoties u niet zullen toestaan om na te denken. The things that you feel will happen to you, if you are able to think about them, you wouldn't feel the same way about them anymore. De dingen waarvan u voelt dat ze u zullen overkomen, als u in staat is om daarover na te denken, zou u zich niet meer zo voelen. Do you know an animal without teeth can frighten you to believe it will bite you? Weet u dat er een dier zonder tanden u kan beangstigen dat het u zal bijten? There was a movie I watched, a comedy of course. And the man was talking to the lady and the man said, is this the way you are treating me? I'll divorce you today. And then the lady said, oh please, don't divorce me. Then the lady said, wait a minute, we are not married. Er was een film waar Bishop naar keek. In die film zei die man tegen die vrouw, ik ga vandaag van je scheiden. En die vrouw zei, nee, verlaat me niet. En op een gegeven moment zei ze, wacht even, we zijn niet getrouwd. Working on your emotions. Ze werken aan uw emoties. One time, don't laugh at me. If you laugh at me, I'll beat you. One time, I went to a place to buy kebab in Ghana. Een keer ging Bishop in Ghana naar een plek om kebab te kopen. They call the place Fridays. And is it Friday or Fridays? Fridays. And it plaats heet Fridays. And I knew about kebab in Fridays, but I'd never been there to buy. I got there, and then I parked my car, but I had a phone call, so I was talking to the person. Then suddenly someone opened the door, the other door, the passenger door. A lady opened it and sat in my car, and I opened the driver's door and jumped out. Bishop stond geparkeerd en hij had een telefoontje iemand deed plotseling de deur open en ging zitten in de auto, maar Bishop die stapte toen uit de auto en rende weg. Then
I thought, hey, wait a minute, it's my car. En toen dacht hij, hey, wacht even, dat is mijn auto. So I went back to the car, said to her, get out of my car right now. Dus hij ging terug naar de auto en zei tegen de vrouw, ga uit mijn auto nu. Question. Vraag. Why did I run away from that which was mine? Waarom is Bishop toen weggerend van hetgeen wat van hem was? Because I was feeling. Omdat hij voelde. And not thinking. En niet dacht. Something was shaking my peace for nothing. Iets schudde zijn vrede op voor niets. It's my car. Het is zijn auto. You can't kill me. U kunt me niet vermoorden. You can't destroy me. U kunt me niet vernietigen. You can't bring me down. U kunt me niet neerhalen. What did not make me? Wat mij niet heeft gemaakt. Cannot unmake me. Kan me niet onmaken. What did not create me? Wat mij niet heeft gecreëerd. Cannot destroy me. Kan mij niet vernietigen. What is not in charge of me? Wat niet over mij heerst. Does not have power over me. Heeft geen kracht over mij. My junior sister, no senior cousin actually. Bishop's oudere nicht. Yeah. She's I think a year older than I am. I was in Ghana. I was in the house with Mama, and then my cousin came looking for me, and then said, "Dear pastor," and I know the pastor. I don't even know why I'm calling him a pastor. He's a false prophet. Sent her to come and tell me that my mother's family. My mother's family had sold me to my father's family, and they are getting ready to kill me. This is like 6 years ago. They are getting ready to kill me, and I was going to die, so I should come and see him so that he will pray some special prayers for me, and then I wouldn't die. Op een dag kwam Bishop's nicht naar hem toe in Ghana en vertelde aan hem van... haar voorganger heeft haar verteld dat de kant van zijn moeders familie... hem heeft verkocht aan de kant van zijn vaders familie en hij zou gaan sterven. Maar hij moest dus naar die voorganger toe gaan, zodat die voorganger voor hem kon bidden... zodat hij niet zou sterven. So I asked my cousin, when did my mother's family buy me? Dus Bishop vroeg aan zijn nicht, wanneer heeft mijn moeders familie mij gekocht? Because I have been bought already 2000 years ago by the precious blood of the Lamb, by Jesus. I've already been bought. The blood, the Bible says that I've been redeemed. It means I've been bought back from the devil. So I don't belong to my family, so my family can sell me. I belong to the one that bought me, and his name is Jesus. Want 2000 jaar geleden heeft Jezus mij al gekocht, dus ik behoor geen familie toe, maar ik behoor Jezus toe. How? Hoe? How? Hoe? And the devil has trapped you, and he has your life, and he has put your life in a bottle. When the Bible says, my life is hid in Christ, and Christ is hid in God. And the devil, how did you get my life to put my life in a bottle? De duivel heeft die verstikt, de duivel heeft die in een fles geplaatst. Maar de Bijbel zegt, mijn leven is verborgen in Christus en Christus is verborgen in de Heer. Dus hoe komt het dat de duivel mij kan kopen en in een fles kan plaatsen? Liar, liar, pants on fire. Leugenaars. I'm not going to get emotional about this. It ain't true. My mother's family cannot... sell me. I belong to God. I'm still alive, by the way. Bishop leeft nog. Just in case you don't know. Voor het geval u het niet wist. All right. Then, let me go. So, your emotions. Dus uw emoties. Number 3. Your imaginations. Uw verbeeldingen. Your imagination. Your verbeeldingen. Is a problem. Wat is een probleem? Negative imagination. Negatieve verbeeldingen. Create fear. Die scheppen angst. Fear. Angst. Is overpowering. Dat overheerst. Fear. Angst. Is controlling. Dat beheerst. Fear. Angst. Is the opposite. Is het tegenovergestelde. Of peace. Van vrede.
You either are in peace. U bent of in vrede. Or you are in fear. Of u bent in angst. I'm going to run now. So stop imagining negative things for yourself. Beeld u geen negatieve dingen in voor uzelf. And do you know most of the things we imagine against ourselves are even impossible? Weet u dat heel veel dingen die we tegen onszelf inbeelden, die dingen zijn eigenlijk onmogelijk? They cannot happen. Ze kunnen niet plaatsvinden. Halleluja. Halleluja. Just be like God. Wees als God. And do like God. En doe als God. In the midst of crisis and difficulties, do not imagine. Te midden van crisissen en problemen, beeld u zich geen dingen in. Negative. Die negatief zijn. But imagine. Maar beeld u dingen in. Positive. Die positief imagine zijn. Your freedom. Uw vrijheid. Imagine your blessing. Uw zegening. Imagine how you're going to rise. Hoe u zult oprijzen. Hallelujah. Hallelujah. It doesn't matter what is happening. Het maakt niet uit wat er plaatsvindt. It does not matter what is happening. Het maakt niet uit wat er plaatsvindt. When things go wrong. Wanneer dingen verkeerd gaan. Get your imagination right. I need to speak about this a little bit. When things go wrong, get your imagination right. Wanneer dingen misgaan, zorg ervoor dat uw inbeelding juist is. Shall I say it again? I say when things go wrong, get your imagination right. Wanneer dingen misgaan, zorg ervoor dat uw inbeelding juist is. What the devil will want you to do. Wat de duivel wil dat u doet. Is to fear. Is dat u angst heeft. Is to tremble. Is dat u angst heeft. Is to get emotional. Is dat u emotioneel wordt. But what God wants you to do. Maar wat God wil dat u doet. Is the opposite. Is het tegenovergestelde. God wants you to have a good imagination of yourself and of the situation. God wil dat u een goede verbeelding heeft over uzelf en over de situatie. God wants you to rest assured. God wil dat u in zekerheid rust. That everything is going to be fine. En dat u weet dat alles goed komt. God wants you to take steps. En God wil dat u stappen neemt. Positive steps. Positieve stappen. Effective steps. Effectieve stappen. Effectual steps. Effectieve stappen. That will lead to you coming out of that situation. Die ervoor zorgen dat u dan uit die situatie komt. Stop imagining negative. Stop dingen, negatieve dingen in te beelden. The enemy has surrounded the city. De vijand heeft de stad omringd. I see myself dying. Ik zie mezelf sterven. There is a sickness. Er is een ziekte. I see myself getting it. Ik zie mezelf dat ik het krijg. There is trouble. Er zijn problemen. I see it coming to me. En ik zie dat ze naar me toe komen. How about the scripture? Hoe komt het dan met that de schriftgedeelte? That says no evil shall come near your dwelling place. Dat zegt dat geen kwaad bij uw verblijfplaats zal komen. Does that not matter? Maakt dat niet uit? Have you not heard that one? Heeft u dat niet gehoord? Imagine what is right. Beeld het juiste in. And stop imagining death and destruction and evil. En stop het kwaad en dood en vernietiging in te beelden. Oh bishop, it's because you don't go through stuff. Really? Oh bishop, het is omdat u niet door dingen heen gaat. Echt? Is dat waar? Nobody knows. Niemand weet. The trouble is. Hallelujah. Amen. Imagination. Verbeelding. Watch this scenario. I'm created in the image and in the likeness of God, right? Genesis chapter 1, verse 1. Genesis 1, verse 1. God created the heavens and the earth. God schiep de hemelen en de aarde. The heavens. De hemelen. And the earth. En de aarde. Chapter 1, verse 2. Hoofdstuk 1, verse 2. The earth became formless. De aarde was vormloos. The perfect heaven. De perfecte hemel. Lost form. Verloor zijn vorm. There was chaos. Er was chaos. There was trouble. Er waren problemen. People were laughing at God. Mensen lachten God uit. The demons were laughing. De demonen waren aan het lachen. All those evil spirits. Al die kwade geesten. If they were there. Als ze daar waren. They were laughing. Waren ze aan het lachen. But the one thing God did not do. Maar het ene ding wat God niet deed. Was think about who was going to laugh at him. Was nadenken over de persoon die over hem zou uitlachen. Or worry about who was looking. Of zich druk maken om degene die keken. When you are walking and you fall. Als je loopt en je valt. Don't mind who is looking. Kijk niet naar wie er kijkt. You get up and start walking. Sta op en ga verder met lopen. After all, if you get up and start walking,
you will be far away from where your mockers are at, right? Als u opstaat en u gaat lopen, dan bent u ver weg van degene die u uitlachen. So whenever anything happens to me, the only thing I think about is how to get out of it and do better than I ever was doing. Dus als iets mij overkomt, dan denk ik aan hoe ik eruit kan komen en hoe ik beter kan doen dan dat ik ooit deed. You steal my car, I think of getting a better one. Je heeft mijn auto gestolen, ik denk eraan om een betere te halen. Hallelujah. Hallelujah. I don't have time to wish people evil. I don't have time to think about what they are thinking about. No, I don't have time. No, I don't have that time. Dus je hebt geen tijd om mensen kwaad toe te wensen of na te denken over hetgeen waarover zij nadenken. Hallelujah. Hallelujah. This is what God did. Dit is wat God deed. When verse 3, God came to the scene. Vers 3, en God kwam toen. Remember, the Bible says there was darkness. Denk eraan, de Bijbel zegt er was duisternis. So God said, let there be light. God zei, laat er licht zijn. God needed to see clearly what was happening. God moest duidelijk zien wat er gebeurde. In every situation. In elke situatie. Instead of imagining destruction. In plaats van dat u vernietiging inbeeld. Say, let there be light. Zeg dat er licht moet zijn. Get understanding, get illumination. Know what is going on. Verkrijg begrip, verkrijg verlichting, weet wat er plaatsvindt. And then after God said, let there be light, the next thing God did was this. En nadat God zei, laat er licht zijn, deed hij dit. He said, let the waters be separated. Hij zei, laat de wateren gescheiden zijn. I say to you, separate waters. Ik zeg tegen u, scheid wateren. You know how the devil fights? Weet u hoe de duivel vecht? He never fights you with one thing. Hij bevecht u nooit met één ding. At a time. Tegelijkertijd. He comes at you with 20 things at the same time, so you cannot concentrate. Hij komt met 20 dingen tegelijkertijd, zodat u zich niet kunt concentreren. The day your landlord tells you to leave, or your landlady tells you to leave the house. De dag dat uw huismeester u zegt om uw huis te verlaten. That is the same day. Dat is dezelfde dag. You will hear that the police say they have cancelled your stay permit. Dat u zult horen dat de politie zegt van ze hebben uw verblijfsvergunning opgegeven. It is the same day when you are walking to your car, you find out that you got a ticket for parking wrong. Het is dezelfde dag dat u naar auto loopt en dat u een parkeerboete ziet. It's the same day that the one that always helps you out when you are calling, he wouldn't pick. Het is dezelfde dag dat degene die u altijd belt om hulp, dat die persoon niet opneemt. The devil knows if you concentrate. De duivel weet dat als u zich concentreert. There is nothing that can defeat you. Is er niets wat u kan verslaan. So you know what he does? Weet u wat hij dan doet? He brings you so many things. Hij brengt u zoveel dingen. At the same time. Tegelijkertijd. So you cannot concentrate. Zodat u zich niet kunt concentreren. Separate the waters. Scheid de wateren. Do one thing at a time. Doe één ding tegelijkertijd. Walk out of the situation. Loop uit de situatie. Loop weg van de situatie. Amen. Amen. I'll continue next week because of time. Vanwege tijd gaan we volgende week verder. I pray that the Lord will do great and mighty and wonderful things for you. And I pray that he will give you his peace that the world cannot give, the peace that passes all understanding. I pray God will give to you, and that it shall be well with you, and that you will walk devoid of negative imaginations, and your heart will find non-shaken peace. God bless you. I'll see you again next week. I love you. My name is Owe Bernard. God richly, richly bless you. Amen. Everybody put your one hand up. If you no say you no know defeat. Put your one hand up. If you know, say you cannot be stopped. I'm a winner. Doesn't matter what the situation. Go say or go tell you. I'm a winner. Make this bold confession. In the face of Wahala. I'm a winner. God, he did my side, oh. He will never leave, oh. I'm an overcomer. I don't know defeat, oh. Everything I do, every word I say, every
In the name of Jesus, I'm a winner. God is there, my son.